ik hier niet meer wonen. Wij kregen even lekker. Wie trekken wij ten strijde? Welkom bij aflevering 14 van Hensee. Ja, de kracht is er zo'n beetje uit. Net als de centrale hierachter. Ja, ik heb een mooi tijdje in bed gelegen. Ik had koorts en 3 centimeter ontsluiting. De deur zat niet goed dicht. Dat tocht als een gek. Dat kan je niet gebruiken. De gier die zei het al. Uit de zwaarste bevalling werden de mooiste kinderen geboren. De dokter is nog 2 keer bij me geweest. 1 keer voor de koorts op te meten en de 2e keer om af te rekenen. Wel zwart natuurlijk, want de show Sinterklaas natuurlijk. Wat moet je toch als NEC supporter sterk zien om zulke dingen allemaal te verdragen. Terugblik. Vrouwen Fortuna had ons geen geluk gebracht voor de beker. Die zullen we maar gauw vergeten. Was wel een aardig putje om naar te kijken en er was weer een strijd. En AZ had ons gelukkig weer 3 punten opgeleverd voor de competitie. De eerste helft hadden we er geen kaas van gegeten. Te weinig beweging. Het was de jong belegen kaasploeg tegen de oude 40-plus kaas van NEC. Favoriete speulers. Hakkenbaar die kwam erin en die stookte meteen het vuurtje weer op. Een beetje kaas van duur, zou ik maar zeggen. Daar waren we wel aan toe. Tegenstander, jonge Ajax, die hebben met 2-1 verloren van Cambuur. Die moeten we kunnen hebben op de toekomst. We moeten die goden schonen van hun geloof laten vallen. Dan ziet de toekomst voor ons er ook weer beter uit. Als het maar niet zoals vorig jaar gaat, dat ze weer spelers opstellen die niet speelgerechtig zien. Maar dan moeten we weer opnieuw terugkomen daarin. Ik voorspel toch 1-2. Ja, lukt me eigenlijk maar weer koest houden, want geen 1-8 of zo. Dinsdag was de dag van de mantelzorgers. Dat was wel een goed initiatief van NEC. Dat die mensen ook gewaardeerd worden. Wij zien eigenlijk van de ontmantelingszorg. Nou jongens, hou je en tot volgende keer. Hè?